Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Over het zuidoosten van het land trekken wat dikkere wolken. In de rest van het land zijn de wolken dun, maar komt eerst nog wel nevel of mist voor. Dat lost in de loop van de ochtend op en dan schijnt de zon op veel plaatsen, als eerste uitbundig in het westen van het land en in de loop van de dag op steeds meer plaatsen veel zonneschijn. Bewolking houdt het langstand in het zuidoosten van het land, toch wordt het daar bijna 20 graden. In het noordwesten van het land de graad of 17. De wind waait uit een zuidwestelijke richting, zwak tot matig kracht 2 tot hooguit 4. Vanavond verandert er wat wind betreft weinig. In het binnenland hebben we opklaringen. In het zuidwesten neemt de bewolking iets toe, maar ook daar zien we nog wel opklaringen. Temperatuur in de avond rond 14 graden. Dan morgen verspreid over het land misschien een keer een spatje regen. Maar op veel plaatsen blijft het heel lang droog. De zon schijnt af en toe. Het wordt 17 tot 19 graden. En de Zuidoostenwind trekt aan. Dinsdag dan eerst een regengebied. Later buien. En dat zijn stevige exemplaren. Lokaal misschien met onweer. 18 of 19 graden wordt het wel. Maar vanaf woensdag wordt het minder zacht. Temperaturen gaan naar 15 of 16 graden. Met vooral woensdag nog een enkele bui. Donderdag is het op de meeste plaatsen droog. Ik ben Marco Verhoef.